Who's Next wordt mede mogelijk gemaakt door Mazda. NRC Next schrijft vandaag over de enorme vertraging van de hoge snelheidslijn. En daarom lees ik de krant met misschien wel het groenste Kamerlid van Nederland, Wijnand Duivendak. Woont hij soms langs het tracé van de hoge snelheidslijn? Goedemorgen. Hallo. Hallo. Hoi, Wijnand. Wat is dit voor bouwput? Glasvezelkabel krijgen wij in de buurt. De hoge snelheidslijn naar Parijs. Een vertraging waarschijnlijk van plusminus 4 jaar. Dat moet jou als milieuman natuurlijk een doorn in het oog zijn. Ja, en eigenlijk weten we het nog niet. Want ik bedoel, een paar weken geleden een debat met minister Eurlings in de Kamer. En hij kon eigenlijk gewoon niet zeggen. Hij wilde ook echt niks beloven over wanneer het spoor klaar was. Want hij zei eigenlijk, ja, minister Parijs heeft er zo'n zootje van gemaakt. Dat is echt met mijn eigen woorden. Maar er is gewoon geen grip op het project. Dus hij weet niet wanneer de rails klaar is. En we weten ook nog niet wanneer de NS de treinen binnen heeft. Dus 4 jaar, misschien 5 jaar, misschien 6 jaar. In Frankrijk lukt het allemaal wel. Van Parijs naar Lyon duurt 22 minuten korter dan van Amsterdam naar Groningen. Waarom lukt het bij ons niet? Ik vond wel dat jullie er grappig kaartje van hadden gemaakt. Gisteravond kom ik uit Maastricht. En daar doe je dus inderdaad bijna net zo lang over als in Frankrijk als je vanuit Marseille komt, bij wijze van spreken. Ja, kijk, het lukt in Frankrijk. Ik denk omdat het een hele centralistische staat is. Strak vanuit Parijs bestuurd, dus ze kunnen heel veel opleggen. Maar het lukt ook wel omdat ze in Frankrijk hebben gezien dat je een enorme voorsprong kan nemen. En dat het ook heel toekomstvast is, zeg maar, als je voor zo'n net kiest. En in Nederland is er eigenlijk gewoon nooit een visie op, überhaupt geen visie op openbaar vervoer geweest. En ook niet op die snelle treinen. Er wordt toch ook nodeloos veel vertraagd? Dat weet jij als milieuactivist als geen ander. Nee, en toch is dat vooral de beeldvorming. Dat de vertraging in de inspraak zit. Want ook als je naar de HSL kijkt, het is 1,5 jaar. Betuwelijn 2 jaar. En daar zijn die projecten vaak ook beter van geworden. En ik denk ook dat het van groot belang is dat burgers aan de bel kunnen trekken en zeggen, ja, moet het wel, moet het zo. Het is ook dat daarmee de regering zich aan de eigen wetten moet houden, want dat wordt eigenlijk getoetst, hè, de natuurbeschermingswetten, andere wetten. Dus ik zou aan die inspraak niet snel knabbelen. Het is een beetje het verhaal van rechts, hoor, dat het aan de inspraak ligt. Terwijl het echt heel vaak ligt het aan de politiek die niet weet wat ze wil besluiten, die nieuwe plannen maakt, die er weer een commissie overheen gooit. Daar zit de echte tijdsverlies. De Betuwelijn? Ook veel vertraging gehad. Gaat zaterdag open. Althans, dat is de bedoeling. Mm-hmm. Maar niet als het aan jou ligt. Bij de Betuwelijn is nog steeds een heel groot probleem met de veiligheid. De Betuwelijn moet gevaarlijke stoffen natuurlijk. Over het spoor gaan veel gevaarlijke stoffen. De Betuwelijn is daar ook een beetje speciaal voor aangelegd. Dus daar gaat van alles overheen. En nu blijkt, die zitten heel veel geluidsschermen. En nu heeft de brandweer al 1,5 jaar lang gewaarschuwd van stel er gaat iets mis met zo'n wagon, hij ontspoort of er komt een reactie van een of andere chemische stof. Dan kunnen wij er niet bij door die geluidsschermen. Uh-huh. We kunnen slecht blussen, we kunnen niet zien wat er in die treinen zit. Want die bordjes die staan vaak ergens onderaan, achteraan aan zo'n wagon en dan kunnen ze door de geluidsschermen daar niet bij. En dat is al heel lang gezegd en het is nog steeds niet goed opgelost. Er zijn wat extra deurtjes in die geluidsschermen gekomen, er is te weinig bluswater. En ik vind het dus onverantwoord om zo'n trein te laten rijden. Hè, door soms dichtbevolkt gebied, kijk bij Dordrecht of noem maar op. Daarnaast, die start is sterk symbolisch. Komende zaterdag te gaan daarna 6-7 treinen per dag rijden. Dieseltreinen, want er mag ook nog geen elektrisch stroom op. Juist ook vanwege die veiligheid. Want met elektrisch stroom is het natuurlijk nog gevaarlijker dat er kettingreacties of zo komen. Dus ik zeg, nee, wacht nou even tot het gewoon goed op orde is. Doe eens een gokje. Wanneer denk je dat de Betuwelijn flink in gebruik is? Nou, ik denk dat de Betuwelijn dat het nog 1,5 jaar duurt. En dat ze dan nee, echt... Nee, niet. Ja, maar dat is ook, dat zeggen ze ook wel een beetje van verkeer. Ze zeggen het eerste jaar noemen ze, dat heet dan wat eufemistisch, een ingroeiperiode. Nou, dat zegt dus eigenlijk al van we moeten alles nog een beetje op de rails krijgen, letterlijk en figuurlijk. Ben je er zaterdag bij de koningin? Nee, ik vind gewoon geen reden voor een feest. Ik vond het niet een krant met heel veel nieuws. Dus eigenlijk wat mij opviel was, staat volgens mij middenin. Dat is eigenlijk natuurlijk letterlijk heel oud nieuws.
Maar oud nieuws is soms ook wel heel erg. Is een foto uit New Orleans van Katrina en hoe het. Hoe mensen zeg maar, daar nog steeds overleven. Hè? De benedenverdieping onbewoond, die is natuurlijk heeft onder water gestaan. Het zal rotten, het zal stinken. En de mensen wonen nog of wonen weer op de eerste verdieping. En dan staat er eigenlijk ook nog bij, deze mensen hebben geluk gehad. Hè? Wat ook nog wel cynisch is, dat als dit geluk is. En die meisjes, waar denken die aan, denk je? Ze lijken te wachten vooral, hè? Wachten op een betere toekomst. Fokker en Sukker vinden dat Rutte wat minder leiderschap zou moeten tonen. Maar Mark, wat als straks alle kiezers achter haar aanhoepelen? Ja, nou, het is wel tragisch, moet ik zeggen, voor Mark. Kijk, hij kan het er bijna niet meer goed doen. En hij is natuurlijk ook in een soort draaikorf. Er schijnt een soort duivels lachje op je gezicht. Ja, nou ja, dat is dan niet goed. Want ik vind het echt heel, bijna sneu om te zien hoe je dus als politicus. Maar het is nog erger nu, hè? Ja, nou ja, nee, maar hoe je de grip op de gebeurtenissen kan verliezen. En dan ga je steeds weer dingen doen. Het wordt eigenlijk steeds iets krampachtiger en het wordt steeds iets minder echt. En daarmee loop je zelf in een val. En het is bijna niet voorstelbaar op dit moment nou, dat dit nog goed kan gaan. Ik denk, ja, dat Verdonk en Rutte nog langer dan 2-3 maanden in één fractie zitten. En ook nog dat Rutte het vervolgens overleeft. Wat moet de VVD met Verdonk? Ja, dat moeten ze echt helemaal zelf weten. Maar de VVD moet natuurlijk gewoon wel een keer kiezen. Of ze toch voor de meer sociaal-liberale koers zijn. Die altijd, ja, hij zegt het wat minder op het moment Rutte, maar die natuurlijk toch echt bij Rutte hoort. Of dat ze kiezen voor de hardrechtse koers van Verdonk. En dat is echt een conflict, niet alleen over personen, maar ook over richting van de partij. Wat niet beslecht is. Een artikel over milieuvervuilende grote auto's. 1 Ferrari minder, dat scheelt, staat er. Een druppel op de gloeiende plaat. Jij bent degene die de PC-hoofdtractor uit Amsterdam wil weren. Nou, je ziet ze nog rijden, hoor. Is dat woord ook voor jou, de PC-hoofdtractor? Nou, ik weet niet precies van wie het is. Wij hebben het wel volgens mij groot gemaakt. Want ik had het ergens opgevangen, of nou een columnist was of weet ik wat. En ik heb toen een jaar of 3 geleden een soort rapportje gemaakt, in de Kamer ook ingebracht. Toen ging het trouwens over verkeersveiligheid. Dat was de eerste invalshoek. Ja. Omdat die grote auto's ook echt 6 tot 7 keer gevaarlijker zijn als je ermee botst als fietser of voetganger. En toen heb ik minister Pijs, destijds minister, gevraagd van ja, moeten we daar niet gewoon maatregelen tegen nemen? Zeker in de buurt van woonwijken. Maar rijden ze nog steeds in de buurt van scholen in Amsterdam? Ja, kom maar kijken. Het is trouwens meer in het Gooi en op het semi-platteland zal ik maar zeggen dat je die dingen ziet. Maar er is wat dat betreft. Het heeft niet veel geholpen, je actie. Nou, er is nu eindelijk, ik heb toen ook voorgesteld dat je met parkeren en met de wetgeving op straat kan regelen. Hè, dat je sommige auto's het duurder kan maken om te parkeren. Of dat je voor sommige type auto's de straten af kan sluiten. Daar heb lang moeten trekken en sleuren. Maar net toevallig 2 weken geleden is er een conceptwet door de ministerraad gegaan. Dat is nu bij de Raad van State, komt dan in de Tweede Kamer. Dat gemeentes ook beleid kunnen gaan voeren op dat terrein. Ja. Dus kunnen gaan kiezen, zeg maar, iets meer welke auto's ze waar willen hebben. Ook de staakcaravan is straks niet meer te betalen. Want die is zo populair geworden bij 2 verdieners dat de prijzen enorm zijn gestegen. Is het jouw manier van vakantie vieren? Nou, wat wij meestal doen is huisjes huren. Als ik denk aan de familie Duivendak op vakantie, dan is het toch de waartent op de rug en onderweg brandnetelsoep kopen. Ja. Nou, hou op zeg. Nee, maar ik heb een beetje rheumatische klachten. Dus ik krijg als ik veel lopen of veel fietsen of wat ook doe, krijg ik gewoon pijn. En dat is met de kamperen dus eigenlijk ook. Werd steeds pijnlijker. Dus daarom dat we de laatste tijd vaak huisjes huren. Ja. Het is wel grappig, want van de staakcaravan zou je kunnen zeggen dat is net als met milieuactivisten. Als het maar lang genoeg bestaat, wordt het vanzelf hip. Jij was in de jaren 80, zat je diep in die linkse actiebeweging. Ja. En nu bevind je je in je strijd voor het milieu in goed gezelschap van Bo van Erven Dorens en Anthony Kamerling en Isa Hoes. Ja, ik ben ontzettend blij dat we nu vooral rond dat klimaat, dat er eindelijk zoveel aandacht voor is. Ik heb echt heel lang gedacht, god, als we maar op tijd zijn met de aandacht ervoor en het nemen van de maatregelen. Want het is toch een beetje een race tegen de klok. En gek genoeg hoor, dat het dan plotseling zo doorbreekt, daar ben ik ook weer door verrast. Ik denk zelf dat het toch heel veel te maken heeft met het weer buiten. En dat mensen voelen dat het weer verandert. En het weer is, iedereen praat er iedere dag al over. Dat geeft veel zorgen. Gore was denk ik de juiste man op het juiste moment.
Maar ik ben er ontzettend blij mee dat er nu eindelijk zoveel aandacht voor is. Ik merk zeker, want we zitten als GroenLinks ook in een initiatief Cool Climate, waarin we met Bo van Everdorens en Sonja Barend en Jan Pronk en noem maar op bezig zijn. Ze zijn bijna blij dat ze mee mogen doen. En ze zeggen allemaal iets van, het is voor mijn kinderen, dit is nou het belangrijkste wat er is. En dat is denk ik echt een verandering. 3 homoerotische films van Derek Jarman op DVD. Jij woont in Amsterdam. Mm-hmm. Daar komt het weer steeds vaker voor dat homo's op straat in elkaar worden geslagen. En het COC wil nu dat burgemeester Cohen in actie komt. Ja. Nou, ik denk heel erg terecht. Ja, ik vind het echt een grote zorg. Ik heb 2 homobroers. En die vertellen ook gewoon. Ze wonen, de een woont trouwens in Madrid, maar als die dan in Amsterdam is, dat hij zegt, soms verandert gewoon de sfeer. En waar ik 10 jaar geleden nauwelijks iets naar mijn hoofd geroepen kreeg, of me vrijer voelde op straat, voel ik me nu minder vrij. Goed. Wat moet de burgemeester doen? Nou, de burgemeester die zal moeten vermanen en die zal moeten oproepen, maar we moeten het natuurlijk allemaal doen. En het komt natuurlijk ook gewoon aan op de juffen en de meesters in de scholen, die echt gesteund worden als ze dingen in de klas merken. Maar het zijn echt lastige problemen die ook niet in 1 keer verandert. Maar het is een soort collectief besef moet er ontstaan dat dit een probleem is. En dat we terug moeten naar die toch iets betere tijd die we daarvoor gehad hebben. Op de pagina morgen bellen met de Korenwolf-commissie. Wie heeft er meer projecten stilgelegd? De Korenwolf of Wijnand Duivendak? Oh, de Korenwolf. Ja? Ja, geen twijfel. Nee, want ik heb helemaal niet zoveel stilgelegd. Ik heb wel, hoop ik, ook echt dwars gezeten en veel debat geantemeerd. Hoop ik ook een beetje tot nieuwe inzichten dat geleid heeft. Maar die korenwolf, dat diertje wat zeg maar ontdekt werd op een terrein waar een industrieterrein moest komen of een woonwijk, ja, die werd Europees beschermd. En dat was dus echt een wapen in de strijd. Juridische winst is altijd in politieke strijd tijdelijk. Uiteindelijk moet je toch gewoon politiek beslechten en ook in de hoofden en de harten van de mensen. En dat is ook weer een beetje het linken dan op een gegeven moment van zo'n strijd, want niemand begrijpt dat meer. Dus het was niet jouw rolmodel, de korenwolf? Nee. Hoewel ik er soms best van genoten heb als een van de prestigieus bedrijventerrein op een mooie plek dan verboden werd, hoor. Who's Next werd mede mogelijk gemaakt door Mazda.